بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In de vorige aflevering had ik het kort over de Shiïten. Het Shiïsme is ontstaan door de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hij is de grondlegger van het Shiïsme. Dit vinden wij ook terug in de edele Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Bayyinah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna alladhina amanu wa amilu s-salihati ula'ika hum khayrul bariyya. Sadaqallahu al-aliyu al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, degene die beste daden verrichten, dat zijn de beste onder mijn schepping. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen dit vers werd neergezonden, ging hij naar imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. En er waren een aantal metgezellen aanwezig. En hij zei, o Ali, jij en jouw Shia, jij en jouw Shiiten, jij en jouw volgelingen, zij zijn de beste der creaties, de beste der schepping. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam wou vanaf dag 1 al laten zien dat er binnen de maatschappij rechtvaardige mensen zijn, dat zijn de Shiïten, en er zijn mensen die afvalligen gaan worden, die zich niet aan de boodschap van de profeet gaan houden. Als we gaan kijken in de levenswijze van de metgezellen bijvoorbeeld, dan zien wij dat er heel veel onder hen Shiïten waren. Abu Dharr al-Ghifari was een Shiït. Salman al-Muhammadi was een Shiït. Abu Ayyub al-Ansari was een Shiït. Jabir ibn Abdullah al-Ansari was een Shiït. Al-Miqdad was een Shiït. En zo kan ik er nog veel meer opnoemen. Dus onder de metgezellen had je Shiïten die zich vasthielden aan het leiderschap van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en het leiderschap van imam Ali ibn Abi Talib salamullahi alayhi. Want de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft in heel veel verschillende momenten in zijn leven duidelijk gemaakt dat na zijn martelaarschap, dus na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, moet de mensheid imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam volgen om de edele Koran te begrijpen, om het woord van Allah subhanahu wa ta'ala te begrijpen. وصلى اللهم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.